zijn de twee ploegen die in het betaald voetbal als enige op kunstgras voetballen. En u weet dan ook misschien wel dat Heracles Almelo en Jurie Roos een hele belangrijke man heeft. Hij is de topscorer van de ploeg uit Almelo. Hij heeft er 6 gemaakt. Dit zijn 3 van zijn mooiste. De eerste tegen Dordrecht. Dan is het Raak tegen Stormvogel Telstar. En de derde is in de wedstrijd tegen MVV. Jurie Roos. Hij staat op 6 goals. En mede dankzij hem heeft Heracles Almelo nu de laatste 4 wedstrijden gewonnen. Wat kunnen we zeggen van Cambuur Leeuwarden? In deze hele competitie pas 2 keer totaal gewonnen. Hier gaan we om het kunstgraskampioenschap van Nederland. Heracles Almelo tegen Cambuur Leeuwarden. De 24-jarige Jurie Roos is een van de smaakmakers van Heracles Almelo. Hij scoorde tot dusver 5 keer. Bij Cambuur is Van Hussen geschorst en Ties Heldens is daardoor weer terug in de basis. Bulster, oei, gevaarlijke actie van Bulster. En raakt Roelofsen in het gezicht. Roelofsen die er weer bij is. Vorige week bleef hij met griep thuis. Hier is dan de vrije trap van Roelofsen. Nou, wat scheelt het? Het eerste opwindende moment voor de thuisploeg Heracles Almelo. Daryl Douglas. Kan wat meters maken aan de linkerkant. Blijft goed in balbezit. Douglas, nu nog afspelen zou je zeggen. Nou, in de tang bij Bulster en Van Dijk. Het levert Heracles Almelo opnieuw een vrije trap op. Aardig Geert de Vries in de goal. En Smit met de vrije trap. En nou een nood naast. Cambuur Leeuwarden met Van Dijk. Goed aangespeeld, een van zijn medespelers. Mouhamadou. In de handen van keeper Van Loo en uiteindelijk tot hoekschop verwerkt. Mouhamadou zorgde voor het gevaarlijke werk voor de goal van Van Loo. Hoekschop snel genomen met Schuiterman die scoort. De openingstreffer. 32 minuten gespeeld. En de eerste treffer van Schuiterman in dienst voor Cambuur Leeuwarden. En ook de eerste treffer voor Schuiterman weer in Nederland. Hij scoorde het laatst op 24 november 1996. Was toen in dienst van Feyenoord. En scoorde nota bene tegen Ajax. Tweede helft met zowaar een offensief van de thuisploeg. Verloren dus de laatste thuiswedstrijden, de laatste 3 thuiswedstrijden niet. En hier is het Roze. En hij scoort. 3 minuten na rust maakt hij er 1-1 van. Krijgt wat gelukkig de bal mee. En Roze vanuit een moeilijke hoek onder keeper de Vries door. En zo is het weer 1-1. Bronkhorst en Schaken. Schaken, Mouhamadou en Bronkhorst. Bronkhorst, wat doet hij? Goed gekiept voor Van Loo. Bronkhorst speelde vorige week ook al een hoofdrol. Toen won Cambuur Leeuwarden gemakkelijk van AGOVV. Nu heeft de ploeg het moeilijker. Opnieuw Bronkhorst. Je ziet Schaken vrijstaan. Bronkhorst krijgt de bal vervolgens weer terug van Schaken. En Mouhamadou. Die bal gaat er niet in. Het blijft 1-1 met deze actie.